De beroemdste inwoner van Maastricht is deze week door het stadsbestuur gehuldigd met een aparte plaquette aan het huis waar hij een groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. Ik had de indruk dat je dit toch eigenlijk wel heel bijzonder vond. Ja, zeker. Ik was echt ontroerd, want ja, dat hoeven ze niet te doen. Hè. Het is echt, ja, ik was ten eerste, hij kwam... 1 oktober ben ik jarig, kwam die in de studio, een volledige verrassing. Ja, toen zei hij dat ze dit gingen maken. De burgemeester. De burgemeester, ja, sorry. Maar als je dan hier staat en het is gebeurd, is het toch, ja. Ja, en dit huis waar je het grootste deel van je jeugd hebt doorgemaakt. Ja, ja. Ze moeten achter de muziek gaan, hè. Okay. Maar goed. Zullen we dat maar doen? Ja, kom. Laten we doen. Op de klanken van het trommel- en klaroenkorps van zijn harmonie Saint-Cécile was er nog een afzakkertje op het terras van Café Chic. Dus dat wordt dan een soort toeristische pelgrimage waarschijnlijk. Nou ja, we hebben wel een plek gezocht waar de Japanners ook makkelijk omheen kunnen staan. Dus het kan een pelgrimageplek worden. Nou, het is sowieso een hele mooie rustieke plek. Ja. Zo aan de Jeker en aan het stadspark. Vertapt dat denk ik geweldig mooi. Want weet je, het is nu mooi, maar het moet vooral over 50 of 100 jaar nog steeds een bijzondere plek zijn. En daar leent zich dit zeker voor. Wat stelt het voor? Zo te zien is het het stadsplan van het centrum van Maastricht. En hier de naam André Rieu. Wat is precies de gedachte? Nou, de gedachte is gewoon een hele letterlijke verbeelding van wat Rieu voor Maastricht betekent. Hij heeft een stempel op de stad Maastricht gedrukt. En op grond daarvan heb ik gewoon echt de plattegrond van Maastricht in verhoogd relief, in natuursteen, uitgewerkt. En daar pad een stempel opgezet in brons. Dat is echt een stempel, hè? Ja, zoals je vroeger eigenlijk zo'n zegel ook, van zo'n zegelring, hè? Ja. En ik heb in het midden de handtekening van Rieu in verhoogd relief erop gezet. Echt als een soort teken van, ik was hier. Ja. Het is heel simpel wat het voorstelt. Letterlijk, Rieu, de betekenis voor de stad. Internationaal heeft hij Maastricht hartstikke op de kaars gezet. Waar je ook bent, je noemt Maastricht, een ander noemt. In het buitenland, Rieu. En dat is voor de stad natuurlijk een fantastische reclame. Eerder die dag was er in het museum aan het Vrijthof de uitreiking van het wetenschappelijk boek over André Rieu. Een studie naar het succes van de Maastrichtse muzikus. Wat is eigenlijk de belangrijkste conclusie? Waarom heeft hij zoveel succes? Ik denk dat één belangrijke conclusie is dat hij de emotie terugbrengt in de muziek. En de klassieke muziek heeft zich helemaal de hoek ingeschilderd. Die is helemaal verstijfd. Hè? Er is nu een congres in Rotterdam gaande waar 1000 mensen uit de klassieke muziek onder de titel Classical Next praten over... Hoe krijgen we de klassieke muziek weer tot leven? Namelijk dat jonge mensen het leuk vinden, dat het weer leeft, dat het weer democratisch is. Dat het niet alleen maar heel erg moeilijk en deftig is. Dus Rieu loopt hierin voorop. En vooral dat hij de emotie terugbrengt. En is het niet ook zo dat hij gewoon zelf heel veel plezier erin heeft om op het podium te staan? Jazeker, dat spat er vanaf. We hebben ook ontdekt dat zijn muzici spelen vrijwel alles uit het hoofd. En dat is een oude manier van musiceren ook weer. Waarbij de muzikanten zelf heel veel mogen doen. En veel contact met het publiek hebben. Dus die communicatie, dat is alles, hè? Dat is het sleutelwoord. Dat idee aan zich was voor u niet een verrassing? Het was geen verrassing, juist omdat ik weet dat in de faculteit waar Maaike Meijer werkt ook een groep is die veel aandacht heeft voor regionale activiteiten, regionale cultuur. We hebben ook een hoogleraar voor Limburgse taal en cultuur. Daarom was het voor ons logisch. Rieu heeft toch ook in relatie met de universiteit, dat zie ik altijd als ik in het buitenland ben. Dat als ik zeg ik kom uit Maastricht, dan kennen ze de Verdrag van Maastricht, de Universiteit van Maastricht en André Rieu. En volgend jaar is het een film. Hartelijk dank voor jullie. Ik zei net tegen Maaike,
Je hebt bijna een half uur gepraat, maar je had na één minuut kunnen ophouden. Omdat je in de eerste minuut de essentie zei waar het bij mij om gaat. Ze had het over oudbolliger dan oudbollig over de wals. En dat is de essentie. Een wals is niet oudbollig. Kijk, je kunt spelen, ja, da, 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 jam, jam, dan is het... Maar je kunt ook spelen, da, die, da, da. En dan zie je, als je dat doet, een heel publiek meteen het hele vrijdag gaat op en neer. Waar ik dat ook ter wereld doe. Ik bedoel, ik zat in het LSO en dan... Oh ja, we hebben nog drie minuten, laten we even die Strauss-wals doen. En dat maakte mij altijd zo kwaad. Daar gaat het om. Je moet geen onderscheid in muziek maken. Je moet ook geen onderscheid des persoons maken in het leven. Je moet gewoon respect voor alles en iedereen hebben. En zo moet je leven en zo moet je muziek maken. Ik voel me zeer vereerd. Normaal moet je 200 jaar dood zijn om wetenschappelijk bestudeerd te worden. Je mag het bij leven en wel zijn meemaken. Nu al meemaken, dus dat vind ik heel leuk. Maar het doet mij wel helemaal niks. Ik ga gewoon door en mooi wel fijn muziek maken.